Begraven worden in de natuur. Het wordt steeds populairder. Het bedrijf Natuurbegraven Nederland heeft daarom een groot stuk grond aangekocht in Hoek van Holland voor een nieuwe natuurbegraafplaats. Maar omwonenden moeten er niet aan denken en zijn fel tegen. De online petitie tegen de begraafplaats is al ruim duizend keer ondertekend. Het gaat om 128 hectare grond in de Bonnenpolder, door de actiegroep al omgedoopt tot Bottenpolder. Zoals je ziet, het is een heel mooi uh, groen gebied zo en uh, wij komen hier erg graag. Mensen uit Hoek van Holland die uh, fietsen, wandelen heel graag uh, hier de natuur in. Um, hè, je bent uh, in, de, in de natuur om je hoofd een beetje leeg te maken en uh, daarvoor ga je niet naar een begraafplaats. De actiegroep vreest voor een grafstemming. Er komen wel geen, uh, geen stenen op te staan, maar wel uh, houten schijven en er staat toch ook de naam leeft. Ja, je wordt er verdrietig van. Uh, hè? Het geeft een bepaalde sfeer. Tuinder Joop Aalbrecht zit met zijn bedrijf en woning echt aan de polder. De begraafplaats komt dus recht voor zijn deur. Wat we dus vernomen hebben, dat er vier, vier begrafenissen op een dag uh, plaats gaan nemen. En dat is uh, zonder bomen of zit, dat is een kale vlakte. En daar zit je dan op uit te kijken, dus dat is, uh, ja, daar wordt niet vrolijk van. Natuurbegraven Nederland laat op hun website weten dat op andere locaties waar natuurbegraafplaatsen zijn gekomen, de zorgen vooraf vaak onnodig waren. En dat de mensen die eerst weerstand hadden, nu zelfs een plekje op de begraafplaats hebben gereserveerd. Een rustigere buren kunt u niet krijgen. Nee, dat is ook zo. Maar ze willen het dus teruggeven aan de natuur. He, maar dat zal onze klein, mijn kleinkinderen en hun kleinkinderen ook niet meemaken. Want dat bracht je meer dan over 100 jaar voordat ze teruggeven aan de natuur. Binnenkort wil Natuurbegraven Nederland een nieuwe informatiebijeenkomst houden in Hoek van Holland.